De presidentiële werkgroep Jongeren in Ontwikkeling voor het district Nikeri hebben de uitdagingen die de doelgroep meemaakt besproken met president Chandrika Persat Santokhi. In het afgelopen weekend hebben leden van de werkgroep tal van projecten besproken met de president. De voorzitter van de presidentiële werkgroep, Rajiv Ramadin, zegt dat het project van de bouwkavels op Hazard prioriteit geniet en belangrijk is. De jonge gezinnen, de jongeren die geregistreerd hebben, willen weten wanneer eigenlijk de project van start gaat. En een van de projecten is de kunstgrasmatveld op het Volksplein hier in Nikeri. Die aangepakt moet worden. We zijn niet te lang eigenlijk in functie, maar het gaat wel positieve kant op. Volgens de voorzitter van de werkgroep hebben zij sinds de installatie al bijgedragen aan oplossingen van enkele sociaal-maatschappelijke problemen. Hij noemt bijvoorbeeld de bijdrage van de werkgroep aan het beëindigen van geweld op school in Nikeri. We zijn geweest bij de directeuren van de scholen. We moeten nog een paar scholen doen. En we hebben de directeuren gesproken. We hebben oplossingen gebracht. We hebben kinderen gehad met alcohol in de klas. En ook met scherpe voorwerpen in samenwerking met de politie. Hoor. En ook die naschool gevechten en zo hebben we ook kunnen oplossen een beetje. Dus het zijn een van de projecten en we hebben ook projecten gedaan als dat van die grasmatveld. Dat hebben we ook besproken met de stichting die in het beheer heeft. Dus zulke projecten zijn we nu pas bezig aan te pakken. President Santokhi zegt dat jongerenontwikkeling hoog staat op de agenda van de regering en prioriteit heeft in alle districten. Het staatshoofd heeft de werkgroep opdracht gegeven om inspecties uit te voeren op de scholen en een verslag op te stellen over de benodigde renovaties aan gebouwen en meubilair. Hij accentueerde dat er geld beschikbaar is gesteld voor de landelijke renovatie van scholen.